Verzetstournees, complottheorieën, borstvergrotingen. Het is in die sfeer van onsmakelijke voorbeelden en foute verdachtmakingen dat we hier vandaag oplossingen zoeken. Oplossingen voor de opvang van oorlogsvluchtelingen in ons land. Voorzitter, ik gruwel van de PVV die angstbeelden onder mensen probeert aan te wakkeren. Maar ik gruwel evenzeer van partijen die uit electorale angst voor Wilders tegen hem aanschurken, zijn politiek van polarisatie imiteren. Tegen al die mensen in Nederland, en het zijn er miljoenen, miljoenen die vinden dat we dat op een nette manier moeten bestrijden, daarvan zegt u, dat mag niet, daar krijg ik een vieze smaak van in de mond. U bent de regent geworden van dit huis. U bent de grote regent geworden die vanuit een ivoren toren de mensen op straat de les leest. En u zou zich daar goed over te raden moeten gaan.